Deze beschouwing. Die gaat over de geschiedenis. En het heden. En de toekomst. Van feminisme. Mijn dochter. Die. Is weer een tijdje terug, hoor. Twee maanden geleden of zo. Toen vroeg ik aan haar: van, Wat doe je nou zoal in je vrije tijd? Nou, zei ze: Ik ga naar lezingen. Over feminisme. Ja. Oh God, zei ik. Ook dat nog. <laughs> ah, ik ben er inmiddels overheen, hoor. <laughs> oh, 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 oh. Mijn dochter ook zo over. Ja. Vrouwen met dezelfde opleiding in dezelfde functie. Die verdienen toch minder salaris. Of krijgen minder salaris. Hoe zeg je dat? Ik heb er toen niks op gezegd. En ik denk alleen maar. Ja, wat denk je anders? Ja. Zij is nog maar 19. En het is maar de vraag hoor. Of vrouwen dat ooit in de gaten krijgen. Dat ze. Dat ze op de werkvloer. Uh, niet echt. Ja, ze komen niet zo lekker uit hun dingetje. als mannen. op de werkvloer. Ja, dat wil niet zeggen dat het, allemaal, dat het allemaal. stuk voor stuk voor iedereen geldt. Dat is helemaal niet zo. Er zijn ook vrouwen die doen het hartstikke lekker. Die hebben een leuk baantje. zijn ze hartstikke tevreden mee. En, uh. Maar ik, ik heb de dingen meegemaakt. op de werkvloer. met. Collega's of mensen die bij de klant werkten. En, en waar je echt totaal helemaal niks aan had. En ja, die rampengevallen. voor 80% zijn dat vrouwen hoor. Maar in, in mijn ervaring dan, hè. Dus kan jij heel anders hebben. met hele vervelende mannen heb gewerkt. maar ik merk met vrouwen, ja. Nee, nee, het is voor mij, het is mijn ervaring dat projecten waarbij aan de kant van de klant een man als projectleider zit, die lopen soepeler dan als er een vrouw zit. Met een nadruk op soepeler. Alles gaat wat makkelijker. Dat merk ik ook met uh, als je nieuwe software hebt en dan installeer je een nieuwe versie en uh, dan glipt er altijd wat tussendoor. En vrouwen die melden dat veel eerder. En dan kan je zeggen: Ja, maar Perry, dat is toch positief? Ja, dat is ook positief. Dat is positief. Want ik wil niet dat er een fout in het systeem zit die ik niet weet. Ik, ik wil graag weten van elke fout. En liever heb ik dat er helemaal geen fouten te rapporteren zijn. En dat is een, ja, dat is een streven. Hè? Dat lukt niet altijd. En tot die tijd heb je het nodig dat mensen bij de klant jou melden dat er iets niet goed werkt. En bij mannen. Die hebben dan ook wel die fout geconstateerd, maar die werken daar heel snel omheen. Die, ja. ja, die gaan er veel makkelijker mee om. En voor zover de klant verantwoordelijk is voor het testen van software, is het beter dat er vrouwen werken bij de klant, want die testen de software beter. Even vanuit mijn perspectief als softwareleverancier. Maatwerksoftware. Dus dat is dan handig. Maar als een klant. Ja, waarom zou die klant zich verantwoordelijk voelen voor het testen van software? Dus een klant is verantwoordelijk voor zijn product en het draaien van winst. En als je je daarop focust, ja, dan heb je er niks aan dat jouw personeel, voor zover het vrouwen zijn, de meeste bugs melden. Wat heb je er aan? Dat is punt één. En aan de andere kant. Uh, ja, behalve het melden van bugs... moeten er ook dingen keihard gebeuren. En daar... Ja, nou, 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 nou. Ik heb het meegemaakt, hoor. dat Ik moest voor een klant iets maken wat best ingewikkeld was. Nou, dat heb ik helemaal in elkaar geknutseld. En tegen die uh, vrouw gezegd van... Nou, toen het klaar was, nou, het zit erin. Je kan het gaan uitproberen. Testen. En dan heb je een proefomgeving. En nou, ga je maar wilt, Nou, dat deed ze helemaal niet. En dan denk ik, ik had genoeg te doen. Ik zit niet te wachten op werk. En... Ik denk, nou, ja, laat me gaan. En ik hoorde maar niks. En ik hoorde maar niks. En ik hoorde maar niks. En toen was het januari geweest. En toen in één uh, hing ze aan de telefoon. Helemaal in alle staten. Dat die nieuwe module, dat die dan niet werkte. Nou, ja, die module werkte wel, maar ze miste iets. Ze had nog iets extra's nodig. En zonder dat beetje extra had ze er helemaal niks aan. Ik zeg tegen haar: van oké, okay, nou, ik snap het. Ik, zeg, ik, nou ja, ik ga ermee aan de slag. Hè? Dat is een nieuwe wens. Lijkt mij. Dus dat mag ik even in alle rust. Ga ik erover nadenken met een kopje koffie erbij. En dan pak ik mijn planning en dan ga ik eens even kijken wanneer ik er tijd voor heb. En dan wist me we toch een tijdje op de achterste been. Ja, maar uh, het is nou het uh, nieuwe jaar en we moeten het oude jaar afsloten. En ik, uh, ja, ik, ja, ik ging ervan uit dat alles in één keer zou werken en uh, ja. Ik zei ja. Ik zei, maar het werkt toch? Nee, het werkt niet. Ik zei: Ja. Zoals ik het toen begrepen heb. Dat deel, dat werkt toch? Ja, ze zeggen maar dat is niet genoeg. Ik heb meer nodig. Ik zeg, ja. Maar uh, hoe lang weet je dat al? Ja, ze ik heb het net uh, vandaag was voor het eerst geprobeerd. Ik zeg, ja, en je hebt die software al drie maanden. Dat heb ik heel veel meegemaakt met vrouwen. En dat, ja, je kan zeggen, de, de moeder van mijn kind. die heb ik ook van die verhalen over. En, ja, je kan zeggen die, dat ik die heb aangetrokken. En de, sommige dingen werken zo. Mijn eigen moeder was ook niet zo uh, heel. Ik moet ik zeggen. meevoelend met mij. En dan, dan zie je dat onderscheid niet zo. En dan ja dan ga je dus zomaar in zee met de verkeerde of zo hè? Dat, dat kan je dan zeggen want Perit is je eigen schuld dat je die vrouw hebt uitgekozen maar dat kan je niet zeggen van vrouwen die uh, via mijn zakelijke leven op mijn pad zijn gekomen die werkte bij ja, een betaalbewerkingsbedrijf of bij uh, kippenfokkerij. of een uh, marketingbureau of uh, ja zeg maar Allerlei soorten bedrijven. Dus daar is toch echt iets aan de hand. Dat heb ik gezien, hè? En ik was niet de enige die het zag. Want bij ons op het bedrijf hebben we het er ook over gehad. Niet heel officieel met een vergadering of zo, maar. Uh, ja. Zo even tussen neus en lippen door, van oh jee, de dames zijn weer eens bezig. Je wordt er ziek van. Je krijgt overal de schuld van. Er zijn vrouwen heel erg goed in, om een ander de schuld te geven. En wat mij ook is opgevallen, dat ik had toen een vriendin, nou, die was ook zo'n vervelend iemand. Ik heb eigenlijk alleen maar uh, in mijn leven, dus dichtbij, alleen maar hele vervelende vrouwen meegemaakt. Nooit vrouwen die gewoon een beetje aardig deden. Maar deze vrouw dus ook niet. En ik kwam op een dag van haar werk thuis en daar had ze het helemaal gehad op haar werk. En ze zei van: Nou, je moet er echt even kwijt. Dat ik wens niet langer samen te werken met vrouwen hoor. Doe mij maar samenwerken met mannen. En dan denk ik: Ja. Goh, hoe zou dat komen? Ja toch? Ik bedoel, het is een opmerking van een vrouw. En het is niet de enige vrouw die ik zo'n opmerking heb horen maken. Want dat we liever samenwerken met mannen. Ja. En ik denk dat er hier twee dingen door elkaar heen spelen hoor. Want. Kijk, vrouwen kunnen best werken. Waarom niet? Ik ken vrouwen die. Ja, ik heb het meegemaakt. Die, die, die deden het gewoon hartstikke leuk. En vrolijk en uh, geen moeite te veel. En die deden ook dingen uit zichzelf. En hoefde hij er helemaal niet eens om te denken. Daar hadden zij al om gedacht. En, nou, dat was echt tof. Echt heel plezierig. Die zijn er wel. Nooit zeuren. Altijd gelijkmoedig gestemd. En... Dus het kan wel. Maar over de hele linie zitten er meer zeurneuzen tussen. Dat is mijn ervaring. Ik heb het meegemaakt dat de vrouwen verantwoordelijk waren voor de financiële administratie. En de ballen verstand hadden van boekhouden, en ervan uitgingen dat het programma wel duidelijk zou maken hoe je moet boekhouden. Zo van: ik kan geen Nederlands, maar in een tekstverwerker zit toch een spellingsprogramma? Dus dan schrijf ik automatisch goede teksten. En dan zijn ze heel verontwaardigd dat ze dan een hele serie memoriaalboekingen hebben ingevoerd. met het teken verkeerd om. Had het systeem niet kunnen waarschuwen? Nou, moet ik alles overnieuw doen. Ja. Nou, je moet beter nadenken over dat je invoert. En je gaat een keer op een cursus boekhouden. Ik ben niet enthousiast over de vrouwen die ik heb meegemaakt op de werkvloer. En ik ben ook niet enthousiast over de vrouwen die ik heb meegemaakt in mijn familie. Ja, de, de moeder van mijn kind die, 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 deed, ja, die deed geen bal in huis. Ik draaide overal in mijn eentje voorop. En de vrouwen die dat allemaal hadden kunnen zien, die keken de andere kant op. Ja, er was een, was, ik kwam een, een vrouw tegen en die zei van, en, want we gingen met z'n allen eten. Hè? Nou, ik kwam er ook en, en die vrouw die was er dan ook. En die zei, en, heb je een leuke middag gehad? Ik zei, ja, ik heb een ontzettend leuke middag gehad. Ik ben naar een uh, uitvoering geweest van de Goldberg variaties van Bach. Oh, zei ze, hou je van Bach of zo, een beetje kletsen. Ik ja, zei, ja, echt ontzettend mooi. Ik zei alleen jammer dat, uh, dat mijn vrouw niet meeging. Dat, dat vond ik serieus jammer. Het was nogal uitzonderlijk dat die uitvoering er was. Dat, dat is denk ik een, ja, dat is één kans in je leven. En de Goldberg-variaties van Bach, dat is een geweldig stuk. En zij kent dat ook. Dus het is één keer en dan is het nooit weer. En ik had graag gewild dat ze mee was gegaan. En dat vond ik jammer dat zij niet mee was gegaan. Dan heb je, ja, je bent toch getrouwd en je hebt een kind samen en, en dan wil je toch wat samen doen, hè? Dus dat vond ik wel jammer. En in plaats dat die vrouw zei van, oh ja, nou ja, jammer voor je, kan begrijpen of zo, hè? Dat je dat liever met z'n tweeën had gedaan, hè? Ja, maf, weet je wat die vrouw zei? Die uh, ging naar mij uh, bitchen. Van nou zeg, een vrouw bepaalt zelf wat ze doet hoor. Snap je? Dus een, als een vrouw zou zeggen van nou, ik ben ergens geweest, maar ik vond het wel jammer dat Henk niet meeging. Dan zullen vrouwen gelijk zeggen, nou zie je wel die mannen hè. Ja, die, die mannen die helemaal nooit willen ze een keer gezellig doen. Altijd doen ze maar hun eigen ding. Zijn nou ja, typisch weer, die mannen hoor dat zullen ze gelijk zeggen. En is het een keer andersom dan door gelijk gebitcht. van nou zeg, wel respect hebben voor de vrije keuze van een vrouw. Ik waar gaat het nou over? Door de moeder van mijn kind die had zo vaak van die ideetjes. Van, uh, dan was er een balletuitvoering en ik hou helemaal niet van ballet. En dan ga ik toch mee. Of er weer is er weer eens dat een feestje bij kennen ze van haar. En daar hou ik helemaal niet van. Ik vind die mensen super saai, maar dan ga ik toch mee. Of er is er een of andere nieuwe film in de kunstbioscoop. En dan denk ik van: oh, nee, weer zo'n film over een jonge Turk die uit de kast komt omdat hij ontdekt dat hij liever seks heeft met mannen. En dan ga ik dan toch mee. En dan vraag ik een keertje van: goh ga je mee naar de Goldberg variaties van Bach? En dan komt ze meteen of andere. Echt een. Ja, ik zou het maar gewoon zeggen. Een, gewoon een kutsmoes. Letterlijk een kutsmoes. Ze had gewoon tijd. Het was zondagmiddag. Het kind had makkelijk bij de buren gekund. En er was tijd genoeg. En we zouden s'avonds aan het eten gaan met z'n allen. Dus er was ook nog tijd om te gaan socializen. Het hoeft er niet allemaal van één kant te komen. Nee, 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 nee. Nee, dan gaan we lekker voor onszelf. En dat merk ik bij vrouwen. En volgens mij, volgens mij komt dat van het feminisme. Het vrouwen die leugen wordt verteld dat ze meer voor zichzelf op moeten komen, want die mannen hebben de hele tijd alles gedomineerd. En dat is helemaal niet waar. Ik heb nog nooit een vrouw gedomineerd. Helemaal nooit niet. Dat is onzin. Maar ik vraag dan heel vriendelijk, van, ga je mee naar de Goldbeck-variaties? En dan, nee, geen zin in. Je gaat maar in je eentje. Zo onvriendelijk. En volgens mij komt dat van het feminisme. Dat zorgt ervoor dat vrouwen zich zo gaan opstellen en zich zo gaan gedragen. Dat is niet leuk, joh. Ja. Dat is niet leuk voor een man krijg je hele eenzame toestanden van. En die, die vrouwen die het zo doen, die zouden zich moeten realiseren dat ze op dat moment wel lekker, weliswaar lekker gaan doen waar ze zelf zin in hebben, maar op termijn werkt dat niet. Het rekening houden met een ander. Is in zekere zin ook rekening houden met jezelf. Voor de toekomst. Ik weet nu altijd dat ik meeging met mijn moeder van mijn kind naar een balletvoorstelling. En daar had ik dus echt helemaal geen zin in. Maar daar denk ik niet eens over na. Ik denk, nou, oh, dat wil zij graag. Nou, dat is goed. Dan ga ik mee. En dan ga ik daar ook niet zitten mokken. Maar nou, ik zit hier tegen mijn Nee. Dan ga ik proberen om toch een leuke middag te hebben. Bij het ballet. En dan probeer ik te kijken naar de dingen die ik dan toch leuk vind. Of mooi vind. Of... En natuurlijk. Ik ga daar niet met een, lange, een, een lang gezicht zitten balen. Dat heb ik van de moeder van mijn kind wel gemaakt, hoor. Als, als die meegemaakt, als die dan meegevraagd werd en ze kon er niet onderuit, probeerde ze eigenlijk bijna altijd, maar ze konden dan een keertje niet onderuit. Ja, dan ging ze mee, maar niet van harte. No way. Kon je echt aan haar merken. En dan, ja, dat da, da liet ze dusdanig doorschemeren, dat je bijna spijt ging krijgen dat je er überhaupt had meegevraagd. En dan dacht de volgende keer van nou, laat ik hem maar niet meevragen, want dan krijg je weer zo'n toestand. Nee, dat is niet leuk. Dat dominante gedrag. En dat merk ik. Dat merk ik bij mijn zus, dat merk ik bij mijn moeder, dat merk ik bij, bij heel veel mensen. Wat was zo hieronder in het portiek. Daar woonde een oudere man. En... Ja, ik vond het een heel vriendelijk type, moet ik zeggen. Een hele aardige man. Ik, maar, ja, ik zei hem hallo en uh, zei goeiedag. Uh, en ik vroeg wel eens, alles goed? En dan zei hij, ja hoor. En op een dag is daar uh, iemand bijgekomen, gemeente of zo... En het scheen dat die man seniel werd. Of zoiets, weet heet dat? Ouderdomsklachten. Geestelijk niet meer helemaal bij de tijd. Dementen, dat ook maar. Nou, en die heeft dan een nieuw huis gekregen. Of die is in een verzorgingshuis terechtgekomen. Dat hoorde ik dan weer via iemand anders. Die een familielid van hem was, een neef of zo. Anyway, die vrouw onder mij, die hier in mijn flat onder mij woont, die, ze waren die woning van die man aan het leegruimen. En ik kom mijn onderbuurvrouw tegen in het portiek en dan zegt ze, ja, nou, die en die gaat weg. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ik had dat verhaal al gehoord van die neef, ik wist al een beetje hoe het in elkaar zat. Dan zei ze, nou, dat is me goed ook, want er stonk er echt naar oude mannen. Ik denk, wat nou? Wat is dat nou voor een opmerking? Wat slaat dat op? Het stonk daarna oude mannen. Het is gewoon een rotopmerking. En bijzonder onbeleefd. Maar je gaat me niet vertellen dat, uh, dat ik die vrouw heb aangetrokken of uitgezocht. Nee, dat is een en ik had een, een bovenbuurvrouw en die liet regelmatig dingen uit haar handen vallen. En een aantal vloeren in die flats van ons, die is van een soort van. Nou, een soort van. Nou, het, het is geen marmer, het is keihard graniet. Een soort granietdinges. Nou, als je daar metaal op laat vallen. Jeetje. En. Ik had haar daar al een keer op aangesproken. Van wat, wat hoor ik toch? Er zijn van die enorme knallen. Laat je dingen uit je handen vallen of zo. En toen zei ze gelijk: Nee, nee hoor. Nee, ik denk dat jij je vergist. Dan dacht ik: Oh. Maar die herrie, die ging maar door, hè. Nou, toen ging madame ging verhuizen. En er kwam een andere vrouw in. En die had een hond. Die, heeft, die zit momenteel boven mij. Die heeft een hond. En dan die onderbuurvrouw, die ook oh, bovenbuurvrouw van mij, tegen mij. Van nou, heb jij al kennis gemaakt met je nieuwe bovenbuurvrouw? Ik zei, nee, nog niet. Nou, ik wel. En ze heeft een hond en ze wil pakket. En ik zei al tegen haar, nou, dat zal je onderbuurman niet leuk vinden. Waarop ik tegen mijn bovenbuurvrouw zei, ik ze, nou, ze, dan ben ik in ieder geval van al die knallen af. Als jij weer eens dingen op de grond liet vallen. En toen zei ze tegen mij: Ja, ja ik ben, ik ben nogal onhandig, ja. En ik denk: Ja, nu zeg je het wel, hè? Nu ze één keer gaat verhuizen. Dan wil ze wel toegeven dat ze nogal eens onhandig is. Ja. En dan valt er weer een deksel op de grond, of een pan op de grond, of weet ik wel waar ze mee aan het gooien was. Hé, hey, dat feminisme. Ik kan geen andere reden vinden hoor. Waarom zouden vrouwen anders zo vervelend doen? De tijd. Dat is de moeder van mijn kind in het verkeer ook hè? als er dan iemand voor haar uh, de, de motor afsloeg voor het stoplicht of ofzo? Kankerjongen Scheldpartijen. Zo, dat net toch. Ja, een collega van mij, een voormalige collega. Was ik even bij hem thuis en zijn vrouw zat tv te kijken. En die presentator op tv die zei iets en dat beviel haar niet of zo. Of ze vond het maar een stom programma. En dan denk ik, nou ja, als je maar een stom programma vindt, dan zit uh, toch een uitknop. Dan heb je afstandsbediening en dan is het toch klaar? Nee, er moest eerst een scheldpartij komen en toen zetten ze hem pas uit. Ja, of het is een epidemie in mijn omgeving. Dat. Is, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar het is niet leuk voor de mensen. Dat is echt een ramp. Al die scheldende, mopperende vrouwen. En waar moeten wij mannen dan met onze lieve, warme gevoelens naartoe? Ja, niet naar vrouwen. Maar dat kan ook weer niet. Want er zijn natuurlijk vrouwen en die zijn wel lief. En die verdienen onze lieve, warme aandacht. Maar als je van die vrouwen hebt met een grote mond... Ja, ik zou er erg mee oppassen. Jij als man... En als je vrouwen hebt uh, die, uh, die willen, uh, ze hebben weliswaar een grote mond, maar uh, ze zijn zo sexy. Nou, daar zou ik helemaal mee oppassen. Of ze hebben een grote mond, maar ze zijn heel erg mooi om naar te kijken. Daar zou ik verschrikkelijk mee oppassen. Want die hebben het hoog in de bol. Nee, ik ben nu 60 en ik heb door enige ervaring. En uh, verhalen gehoord van andere mannen. Ja, ik ken de verhalen hoor. Ik ken een man en die zoals uh, zijn vrouw de deur uitgetrapt. En uh, er was dat kind door de week jarig. Die man had gewoon een baan. Die vrouw die had niets met hem overlegd. Die besloot om door de week de verjaardag van het kind te gaan vieren. Want het uh, kind was dan jarig op woensdag of zo. Nou, die man die kon helemaal niets op stel en sprong vrij krijgen van het werk. En waarom wilde de verjaardag dan niet in het weekend vieren? Dat is toch makkelijker voor iedereen. Ook voor uh, alle familieleden die een baan hebben. Want het moet ik verwachten dat er iedereen vrij kan krijgen. Ja, in de dagen dat ik mijn verjaardag vierde, vierde ik mijn verjaardag altijd in het weekend. Gewoon om rekening te houden met iedereen. Nee, de kinderverjaardag moest per se door de week gevierd worden. Nou, toen belde die man van zijn werk... Naar zijn dochter, om hem te feliciteren. En hij was gezellig met zijn dochter aan het praten. Er wordt ineens de telefoon overgenomen door die moeder. En die moeder die bitch tegen hem. Van als jij je dochter wil spreken, dan had je me hier moeten zijn. Een klats, zo de horen erop. Het is onbeschrijfelijk hoor. En meer dan de helft van de scheidingen wordt aangevraagd door de, door de vrouw. Het is uh, bizar. In de jaren zestig, hè, toen, of tot aan de jaren zestig, was het in Amerika zo dat je als vrouw een scheiding mocht aanvragen. En daar moest je een reden voor hebben. Je mocht niet zomaar scheiden. En die reden die was dan ofwel dat je man was vreemd gegaan. Dan kon je een scheiding krijgen. Dus legale, wettelijke scheidingen. Of uh, die man. Moest jou mishandelen. En dan kon je ook een scheiding krijgen. Dat waren de twee redenen. Of allebei natuurlijk. Nice. Helemaal voor elkaar. Nou, ja, en dan, dan hield zo'n scheiding in dat je, jij bijvoorbeeld het huis kreeg. En dan kreeg je alimentatie. En de zorg voor de kinderen. En die man die moest maar elders gaan wonen. Dat was de deal. En dan kun je zeggen, ja, dat was dan die man's zijn schuld, zijn eigen schuld. Had hij maar beter moeten zorgen voor zijn vrouw. En toen in de jaren zestig van Amerika, toen was daar een gouverneur, Ronald Reagan, later werd hij president, maar eerst was hij gouverneur. En in zijn staat heeft hij als gouverneur een wet ingevoerd. Die het mogelijk maakte voor vrouwen om te scheiden. zonder dat er een reden voor was. Als die vrouw genoeg had van het huwelijk. dan was dat genoeg. En dan mocht ze scheiden. En dan behield ze het huis. kreeg ze de zorg over de kinderen. en alimentatie. Zo is dat begonnen. In Amerika. En nu hebben we dat hier ook. En het is een ramp. Ik was in het ziekenhuis voor controle-dinges. Ik heb wat gehad met mijn hand, dus niet zo erg of zo. En ik zat daar te wachten en ik zat in een blaadje te lezen, zo'n damesblaadje. De Linda of zo. En het ging dan over verhalen van uh, gescheiden moeders. Die niet wilden dat die kinderen de vader nog zouden zien. Dat zijn allemaal stuk voor stuk gevallen van kindermishandeling. En die vrouwen mochten dan in de Linda. Uh, ja, hun, hun zegje doen. En allemaal hadden ze wel een hele goede reden. Het was namelijk een hele vervelende man. En dan even om bij de les te blijven. Kijk, als jij als vrouw niet meer om wil gaan met een man. stel dat het een hele vervelende man is. Hè? En dat jij er echt geen zin meer in hebt. Laten we daarvan uitgaan. Dan nog blijft die mens de vader van je kinderen. En je hoort het contact tussen de kinderen en de vader, dat hoor je te, te respecteren, dat hoor je zelfs te stimuleren, tot op zekere hoogte. Ja? Het is nog net niet zo dat je die kinderen moet dwingen om naar papa te gaan. Maar het is wel dat je je kinderen duidelijk moet maken dat het contact met de vader heel belangrijk is. Als je van je kinderen houdt, tenminste. Dan zorg je ervoor dat ze naar de vader gaan, regelmatig. En dan zorg je er ook voor dat als die vader met ideeën komt: dat die als die vader vindt dat dit of dat of zus of zo, dat je dat serieus in overweging neemt. En dat je ook tegen de kinderen zegt, van ja, papa heeft gezegd, zus en zo. En mama heeft erover nagedacht. En ja, mama vindt ook dat papa gelijk heeft. Ook al ben je gescheiden, ook al mag je die man niet. Het feit dat je iemand niet mag, wil niet zeggen dat die persoon niet kan komen met goede ideeën voor de kinderen. Dus je hoort eroverheen te stappen, over je eigen weerzin of zo naar zo'n persoon toe. Dat gebeurt niet. In ieder geval niet in de Linda. Waar die vrouwen die uh, niet willen dat die kinderen nog contact hebben met de vader, bijna worden afgeschilderd als Jeanne Darks. Heldhaftige personages. En dat zijn ze helemaal niet. Er zijn vrouwen die niet geven om een kroost. Een kroost. Ja, een kroost met een thee. Dat zijn het. Maar dat staat niet in die blaadjes. En als het feminisme nou beweert dat vrouwen gelijk moeten zijn aan mannen, of gelijk behandeld moeten worden. Ja, ik zou niet weten wat men daaronder verstaat. Wat is dat dan? Dat 50% van de mensen in het rioleringswezen. die met Lieslaarzen in rioleringen staan te prikken. om een verstopping door te spoelen of zo. dat de helft daarvan vrouwen moeten zijn? Dat van de mensen die om zes uur s morgens verzamelen om om half zeven de eerste vuilniszakken hier uit het centrum van Arnhem op te halen, dat dat voor de helft vrouwen moeten zijn? Wat is gelijkelijk behandelen? Ik ken een helaas van een, 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 een directeur van een softwarebedrijf. En zelf was die directeur een vrouw. en ja, Die wilde dat mannen en vrouwen hetzelfde behandeld werden in haar bedrijf. Dat betekent, als er overgewerkt moet worden, dan moeten ook de vrouwen overwerken. En de vrouwen die dachten daar heel anders over. Dus als zij om half tien s avonds, vlak dat zij naar huis ging, nog even over de werkvloer liep om te kijken hoe het met de programmeurs ging. Dan waren alle vrouwelijke programmeurs, die waren inmiddels naar huis. En die mannen, die zaten er nog. En toen dan die directeur de volgende ochtend uh, heel erg vroeg weer op het werk was. en ze liep langs de werkvloer waar de programmeurs zaten. dan zaten de eerste programmeurs alweer te programmeren. om de deadline te halen. En die waren alleen van het mannelijke geslacht. En de vrouwelijke programmeurs die kwamen hooguit een half uurtje eerder. Maar niet een twee uur eerder. Want die hadden de avond daarvoor namelijk overgewerkt tot en met half negen. Nou, en, uh, nou is het genoeg geweest hoor. Ja, die mannen hadden overgewerkt tot elf uur half twaalf. En s'morgens om zeven uur waren ze er weer. En die CEO die wilde dus de, de hele boel gelijk behandeld hebben onder alle programmeurs en niet langer, uh, ja, dat de helft van de programmeurs uh, niet hoeven over te werken. Dus zij nam geen vrouwen meer aan. Dat was uh, haar credo. Ik wil geen vrouwen meer als programmeur. Dat is een geval in Uit-Amerika. Tja, zo gaan die dingen. En met andere woorden, wat ik zie om me heen met vrouwen, met het feminisme. Met dat grote mond-idee. Dat is helemaal niet leuk. En ik. Nou ja, ik kan niet anders concluderen. dan dat dat voor de samenleving. helemaal niet leuk is. Je krijgt dan op het werk, heb je dus collega's, en die zijn niet zo gemotiveerd om over te werken. Maar ze willen wel hetzelfde salaris. Dat gold dan voor de softwarebedrijven. Nou, en ik heb dat dus ook meegemaakt: dat je bij klanten. Dat er software geleverd moet worden en dat als bij die klanten dan op de projectleiding vrouwen zitten, nou, dan krijg je problemen over futiliteiten. En dan moet je nog oppassen dat je de grote lijn niet uit het oog verliest. En dat is een probleem. Want de directeur die zal alleen maar kijken of het werkt. Ja. Het maakt hem niet uit wie er dwars gelegen heeft. Jij moet ervoor zorgen dat het werkt. Jij bent de leverancier. Maar werken er mannen? Ja, met mannen valt beter te onderhandelen. Met mannen, daar heb ik dus meegemaakt: dat je met mannen makkelijker. Ja, kan zeggen van... Ja, goh, uh, we hebben ons vergalopeerd en... Uh, uh, ja, kunnen jullie aan jullie kant even op de hand... Uh, ja, 80 artikelen nalopen en overal de geldberekeningen goed zetten? Dat is misgegaan bij de conversie. En als wij het overnieuw moeten doen, dan wow. Dan zeggen mannen... Ja, als je, nou, je moet niet iedere keer, je moet er geen gewoonte van maken, maar... Dan zeggen mannen... Vrij snel van, ah ja, dat is goed. 80 artikelen, wauw dat dus, uh, twee uur werk. maar dat doen we wel. Moet je eens, uh, zeggen met een vrouw aan de andere kant. Die gaan gelijk op een strepen staan. Ik heb het meegemaakt hoor. En dan kunnen die vrouwen wel eens heel trots zijn... van nou, en, en die programmeuren nou... die wouden eens even dat wij dan even dan, uh, wat zouden gaan doen. Nou, ik heb gewoon gezegd, dat doen we niet hoor. Want volgens het contract uh, horen zij dat te doen... en ik vind, ja, het is hun, uh, dus hun verantwoordelijkheid... En, uh, en dan moeten ze niet bij mij komen. Ja, maar die vrouwen die snappen dan niet... dat ze door zich zo op te stellen... dat dan de volgende keer als er aan hun kant... een keer een probleempje is dat er dan van de kant van de leverancier uh, uh, gekeken wordt... van nou, jullie hebben nou een probleem. Hè? Nou hebben jullie een probleem. Nou moet je niet van ons verwachten dat we nou uh, iets extra's gaan doen. Dat wil zeggen, we willen wel wat extra's doen... maar dan komt er een factuur. En vrouwen die, die zijn daar niet zo handig in. Die, die denken veel eerder dat ze besodemieterd worden of zo... Die komen dus veel sneller voor zichzelf op, op momenten dat het helemaal nog niet nodig is. En dat ze eventjes diep adem moeten halen en, en zeggen, oh ja, wat vervelend dat het aan jullie kant misgegaan is. Nou ja, dan gaan wij wel even kijken wat we kunnen doen. Die, dat noemen het maar collegialiteit. Dat, dat mis ik bij vrouwen. En ja, het is nu niet over de hele linie hoor. Er zijn ook vrouwen die zijn. Uh, die zijn reuze leuk in het contact. en heel dankbaar. En, uh. en er zijn ook mannen. en die gedragen zich ook als molloten. Meestal heb ik die wel snel in de gaten hoor. Dat laatst ook mijn werk ook. dat er een man was. en. en toen. Nou, in eerste instantie heb ik natuurlijk niks in de gaten. maar toen had ik even een praatje met hem gemaakt. en, en, uh. en toen had hij al een, een paar dingen gezegd. en toen dacht ik van ja. Ik weet niet of ik jou mag, hè? En toen gebeurde er iets. Ik maak een fout. En hij ging me toch uit zijn plaats, jongen? Ik denk, jeetje, man. Ik maak een fout. Ik heb mij, weet ik veel, er was iets met het eten koken. En hij met een hele luide stem. En heel druk en stampen. Alsof ik ik weet niet wat had gedaan. Er zijn dus ook mannen. van die probleemgevallen. En er zijn ook vrouwen. En die zijn best wel aardig. Maar onder vrouwen. Is het goed opletten voor jou als man. Om veel vrouwen, die, ja, die zijn vergiftigd met dat feminisme. Die denken dat ze vanuit een achterstand, hè, dat ze altijd achtergesteld zijn. En dat ze voor zichzelf op moeten komen. Nou, en in de regel is dat helemaal niet waar. Ik heb... Dus de, de moeder van mijn kind zo van: ja, nee, ik wil niet alles doen in de huishouding, jij moet meehelpen. En na de scheiding, toen pas na de scheiding, ben ik eens dus op een rijtje gezet van: goh, wie deed eigenlijk wat? En zij deed dan drie keer in de week het warm eten verzorgen en ze deed was. Dat was wat ze in huis deed. En daar was ze ontzettend druk mee. Vrijwel elke dag. Dan riep ze zo van: Ik ga de was doen. En dan ging ze dus richting het washok... En dan bleef ze een uur weg of zo. Wat ze al die tijd eruit spookte. Weet ik ook niet. Maar alle andere dingen deed ik. Nou oh ja, maar één keer in de week maakte ze ontbijt. En dan ging ze ook nog tegen de moeder zeggen van. Uh, ja, en die doet niks in de, de huishouding. Ik draai overal in mijn eentje voorop. Ik heb, het, ik heb die taken allemaal op een rijtje gezet. Dus ook dingen als uh, lege flessen wegbrengen. Dat heeft ze ook nooit gedaan. Dus toen hadden we een partijtje lege flessen. En dan dacht ik, ja, kom, ga ik het maar weer doen. En ik vond het wel leuk. Nog uh, een twee, drie boodschappentassen, plastic tassen. Helemaal vol met lege flessen. En dan samen met mijn dochter. Dan was ik aan het oppassen thuis. En dan uh, gingen we naar de glasbak. En al die flessen erin. Ja, ik vond dat wel leuk. Ik maak er overal iets leuks van. Ik ben huishoudelijk werk doen. Dat, dat is echt geen straf voor mij hoor. Een stofzuigen. Een beetje. Kussijnen afnemen, zeg maar. Maakt mij niet uit, joh. Huishoudelijk werk of programmeren. Ik bedoel, het is allemaal werk. Het heeft allemaal zijn pre's en zijn contra's. Pro's en contra's. Maar ik deed in tijd gemeten. Een aantal klusjes en alles bij elkaar. Nee, gewoon alle klusjes en dan in tijd uitgedrukt. Ik denk 90% van de huishouding. Hoppa. Als die vrouw eten ging koken, wat ze regelmatig deed, had ze geen zin om boodschappen te doen. En dan kregen wij bijvoorbeeld als avondeten um, macaroni. En uh, een paar plakken winterwortel. En een scheutje olijfolie. En dan aten we eco. Ja, ja. Oh, het was te druk met eten koken. Ja, ja laten we eerlijk zijn. Een beetje een handje macaroni koken, dat kost je weinig tijd. En uh, een winterpeen die had ze zaterdag gehaald bij de markt. En, uh, en daar eet je misschien wel twee dagen van met uh, drie man. Nou, dan snij je die winterpenen een beetje in stukjes en uh, die gooi je in een andere pan en laat daar het hele spulletje laat je een beetje pruttelen en dan ga je eten. Ha, 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 ha. Als ik ging koken, dan maakte ik bijvoorbeeld nasi goreng. Nou, daar ben je wel even mee bezig. Vers vlees halen, verse prei halen. Ah, je, van tevoren ga je de rijst koken, de rijst niet te lang doorkoken, dat die mooi droog is en die rijst apart houden. En dan maak je lekker uh, je varkenspoulet erin en dan die nasi kruiden erbij. En, en als het dan dat vlees tegen dat garen aanzit, dan moet die rijst er weer bij en dan ga je naar dus gorengen. Dat betekent uh, nasi goreng is gebakken nasi. En dan nog die nasi bakken. Ja, ah, lekker man. En een pindasaus erbij natuurlijk. Dat wil je ook allemaal maken. Gebakken eitje erbij ook heel erg lekker. Nee, het is mij erg tegengevallen hoe vrouwen zich gedragen. Zowel op het werk als in de privégebeurens. Dat hoorde ik dan ook van, uh, van de moeder van mijn, of, of nee, van mijn kind sorry en dan de moeder van haar beste vriendin. Er is er ook zo eentje. Die ken ik dus ook vrij goed. En dat was dus in de tijd dat we net na die scheiding, dat die kinderen zaten nog op het middel, nee op het lagere onderwijs, primair onderwijs. En die moeder had dan mij gevraagd ja kan jij dan uh, mijn dochter ook op maandag van school halen, want dat kan toch wel, want dan haal je ook jouw kind van school. Nou, dat kon ik wel. Maar dan haalde ik haar kind van school. En ja, dan moet ik ook voor dat kind natuurlijk uh, een hapje hebben als het hier bij mij is. En we gaan s'avonds eten met z'n drieën. En dan moet er voor haar kind natuurlijk ook eten zijn. En een toetje. En... Allemaal lekkere dingetjes. En dan kwam zij dan, dat was altijd op maandag. Dan kwam zij rond half acht kwam ze de kind ophalen. En dan uh, kwam ze zo de kamer binnen van: Oh ja, nou. En dan zei ze: Nou, ga je jas maar aandoen. Ja, nou, we gaan. En dan zei ze: Doei. En dan ging ze weg. Nou, ik heb alles bij elkaar vijftig uh, keer haar kind van school gehaald. En dan, middags als we thuis waren, kreeg dat kind lekker wat te knabbelen. Net als mijn eigen kind. En lekker wat te drinken. Net als mijn eigen kind. En lekker wat te eten. Net als mijn eigen kind. En dan ook nog een lekker toetje. Net als mijn eigen kind. Dus dan gaf ik in de supermarkt iets van 5 euro uit voor haar kind. Ook. Het leven is niet gratis. Dus alles bij elkaar praat je dan over 50 keer 5 is 250 euro. Nou, stel dat ik een beetje overdreven heb dat dat met 4 euro toekomt, dan heb je nog steeds over 200 euro. Nou, ik heb van die vrouw nooit daar een financiële vergoeding voor gekregen. Ik heb van die vrouw ook nooit een, een fles whisky gekregen... of een, een doos sigaren of een, 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 twee tientjes wiet... Of, of, of een worst of een boekenbon. Of helemaal niets. Nooit. Ik heb van die vrouw zelfs nooit dankjewel gehoord. Dus je haalt vijftig keer iemand zijn kind op van school... omdat ze er zelf geen tijd voor had... Want ze heeft er, de vader van haar kinderen, ze had er twee, die had ze de deur uitgedonderd. En dan constateren dat ze niet genoeg tijd had om die kinderen van school te halen. En dan moest ik dat maar doen. Dat is dan maar best. Dat zij die man de deur uit trapt en dan op mij moet uh, terugvallen. En het minste is toch wel dat je dankjewel zegt. En daar hoort ook bij dat je je beseft dat zo'n geintje geld kost voor die andere partij. Snap je? Helemaal niet. Dat is het feminisme. Dat is wat ik je zeg hoor. Zij is ook ongelooflijk dominant. Weet alles beter. En haar huis dat was een puinhoop, dat was altijd al een puinhoop. Het is bij mij ook wel eens rommelig, maar. Maar bij haar was het altijd zo. Zelfs, was, de dochter was jarig en dan kwamen we daar en dan was het, ja... ja het was een rommeltje en smoeselig. Het is dus niet opgeruimd, maar ook, ook niet lekker schoongemaakt. Viesig en, en rommelig. En dan de tafel waar aan je zit met z'n allen, ja, die was dan wel schoon. Maar de rest niet. En nou, recentelijk vertelde mijn dochter van, uh, ja, en dan uh, vrijdag, dan ga ik de hele dag uh, gaan we bij Suze, gaan we het huis schoonmaken. Dat is haar vriendin dan, hè? Het huis schoonmaken, waarom? Ja. Ik bedoel, die beste vriendin van haar die woont al op kamers, maar die wilde haar verjaardag vieren bij haar moeder. Ze wilde verjaardag bij haar moeder gaan vieren. En dus gaan we met z'n tweeën van tevoren even goed schoonmaken in die woning. Ja, dus de feministische moeder is dat. Ik zei ook tegen mijn dochter van, oh... Nou, dan mag je bij mij ook wel een keer je verjaardag komen vieren. wordt mijn huis ook minstens ook een keer lekker schoongemaakt. Ja, los van het feit dat het bij mij niet hoeft, natuurlijk. Als mijn dochter de verjaardag wil vieren bij mij. Uh, nou ja, ik moet wel even weten. Ja, en dan misschien even. Ja, even wat dingetjes doen of zo. Maar dan ben je in een half uurtje klaar. Zeker, want ik help dan natuurlijk even mee. Dan is een half uurtje. dan ik en mijn dochter samen. Dan, dan hebben we alles gedaan hoor. Half uurtje, drie kwartier, zijn we klaar. Bij de moeder van haar beste vriendin dus niet. Want dat huis, dat huis is vies, ik weet het. Ik ben blij dat ik. Dat ik geen vrouwen meer in mijn leven heb. Dat is toch wat, hè? Met mijn moeder heb ik uh, weinig contact. Maar als we contact hebben, dan komt dat doordat ik bel. En over een tijdje zal ik dan wel eens bellen. Zozo. Nou, dan komt met kerst of zo. Dan zal ik wel weer even bellen. En ik mis het contact helemaal niet. Dus hoe mijn moeder zich heeft opgesteld toen dat huwelijk zo ontzettend slecht ging, doordat de moeder van mijn kind, haar schoondochter, geen zodemieter deed en alleen maar een grote mond had, en mijn moeder was erbij, heeft er niets van gezegd. Nou, dat neem ik haar niet in dank af. Dat is toch te begrijpen. En er speelde ook de factor mee van kinderverwaarlozing en kindermishandeling. Daar heb ik haar ook van op de hoogte gebracht. Daar heeft ze niets mee gedaan met die info. En ik heb haar gevraagd om bepaalde dingen te doen. Maar heeft ze helemaal niet gedaan, ook heel erg. Want ik vroeg het niet voor mezelf, ik vroeg het voor haar kleinkind. Voor mijn dochter, haar kleinkind. En wil je dat doen? Nou, mijn moeder weet, die weet altijd alles beter. Ja. Oh, nou, Perry vraagt dit, nou dan gaan we dat doen. Ja, het zou een rare boel worden als je als moeder precies gaat doen wat je zoon je vraagt. En met mijn zus heb ik ook uh, geen contact. Ik was meestal degene die contact met haar opnam. En nou, de laatste keer dat ik contact met haar opnam, toen kreeg ik een scheldpartij over me heen. En toen dacht ik, nou vind ik het genoeg geweest. En ik heb los van het huwelijk nog twee of drie vrouwen zo, nou, zo een beetje voorzichtig geprobeerd... Om eventueel uh, samen door het leven te gaan. Maar zulke tegen de borst stuitend gedrag meegemaakt. En dan de eerste keer denk je van ja, nou ja, dan stap je eroverheen. Maar dan gebeurt het nog een keer, dan gebeurt het nog een keer. Dan denk je nou is het klaar geweest. En nu interesseert het me helemaal niks meer. Ik hoef helemaal geen vrouwen meer in mijn leven. Je vrouwen bekijken het maar. En het is asociaal wat die vrouwen doen. Het is asociaal gedrag. Mijn benedenbuurvrouw... Dat is ook een alleenstaande vrouw. Die heeft een hondje genomen. En dan gaat ze... Regelmatig dan gaat ze boodschappen doen. Of gaat ze op bezoek bij iemand. En dan laat ze dat hondje alleen achter in die flat. En dat hondje kermen, jongen. Dat is asociaal gedrag. En mijn bovenbuurvrouw die deed dat ook. Dat ze weggingen. Dat ze die hond in de eentje. Dat die hond alleen achterliet. Dat moet je met honden niet doen, hè. Die voelen zich echt wel. Die, die denken dat ze doodgaan. En dan zo. Auw. Heb ik tegen mijn bovenbuurvrouw toen gezegd: van, Nou, als je dat nou doet, breng die hond maar bij mij. Ik ben heel veel thuis. Werk, toen ik nog werkte als programmeur, werkte ik altijd vanuit huis. En dan breng je die hond ook naar mij toe. Nee, zei ze. Nee, die hond van mij, die kan niet goed tegen andere mensen hoor. Die hond van haar, die is idolaat voor mij. Ja, ik weet dat. Want als ik haar tegenkom op straat en ze loopt met die hond aan de lijn, die hond die ziet mij. Uh, dan uh, gaan die oortjes en die ogen, die kijken op zo. en die wil gelijk op me afkomen. Die is helemaal weg van mij. Nee, zo'n asociale vrouw die zegt: nee, hij gaat niet, liever helemaal met andere mannen. Nee, nee, maar nee, nee, niet hoor. Nee. Nee, maar ze laat hem wel alleen hè, in de flat. En dan gaat de beste keer alsof hij doodgaat. En volgens mij komt het van het feminisme. Dus als je het hebt over de waarde, de essentie van het feminisme, dan zeg ik nou: dit is het. Het is helemaal niet leuk. Het is niet leuk voor de gezinnen en het is niet leuk voor de samenleving. Het is, het is helemaal niet leuk. Ik vertelde ook, er was een, een vriendin van een goede vriend van mij. En die kwam ik kwam ook tegen op een feestje en ik haalde een verhaal aan, een anekdote van vroeger. En dan had die vriend in kwestie, die had echt een. Ja, die had zich. Het was heel begrijpelijk hoor, maar hij had zich zwaar vergist in iets. En eventjes dreigde van alles totaal mis te lopen. En toen kwam het allemaal nog goed. Maar hij had zich verschrikkelijk vergist in iets. Maar dat kan. Je. Ja, als je heel veel dingen doet, dan, dan kan je een keer hebben dat je je verschrikkelijk vergist. Dat het helemaal niet uitkomt. Nou, en ik vertel dat dus, want het is een hele grappige anekdote. En zij kijkt me zo aan en zei, oh, goed dat ik dat weet. Dan kan ik dat eens aan hem gaan vertellen op het juiste moment, dat ik dat weet. Dat ik, oh nee... Jij bent toch ook zo een. <laughs> Arme vriend van mij. Dat is, dat is echt verschrikkelijk hoor. Ik vind dat voor mijn vriend heel erg. Dat hij haar getroffen heeft. En hij zit nog aan de vast ook. Ze hebben inmiddels samen een huishouding. En... Ik was ook een keer bij hem nog met wat andere vrienden. En we zouden allemaal weggaan. En we stonden in de gang nog even na te kletsen en nog eventjes uh, te bespreken voor de volgende keer. En zij was dus kennelijk al in de slaapkamer en die wil naar de bed of zo. En zij, zij doet de deur van de slaapkamer dicht en dan niet gewoon. Ja, ze had dus kennelijk last van het gekletst van ons, dat kan hè. Nee, ze deed de deur niet gewoon dicht, nee, met een knal. En wij schokken ervan. We stonden daar beneden. En die slaapkamer was op de eerste verdieping, zo'n open trap naar boven toe. Kabam! <laughs> en ik zag mijn vriend ook zo kijken. Oh. Wow. Ja, en als die jongen nou elke avond met zijn vrienden in de gang staat te ouwehoeren, hoeren. dan kan ik me voorstellen dat jij het na verloop van tijd helemaal beu bent. Je hebt er al tien keer wat van gezegd en het blijft maar doorgaan, dat geouwe hoeren in de gang. Maar we kwamen eens in de maand of zo bij hem. En we gingen altijd op tijd weg, want die jongen moet de volgende ochtend hartstikke vroeg op. Dus is het half tien. En dan staan we nog even te kletsen. Mag dat niet? Het is toch ook het huis van die jongen? Of jongen, het is een man, het is mijn leeftijd, 60. Het is toch ook zijn huis. Nee, ik ben daar niets positief over. En als jij er een andere mening over hebt, ik ben razend benieuwd naar andere ervaringen. En als jij denkt, nee Perry, het komt niet van het feminisme wat jij meemaakt, dat komt door jouzelf of whatever. Ik hoor het graag. Maar tot nu, uh, ja, ik heb hier lang over nagedacht. Dus ben jij een vrouw en luister je nu nog steeds, dan heb ik echt heel veel respect voor je. En dan hoop ik echt dat je met me meedenkt. over een oplossing, want er moet iets gaan gebeuren. En op zijn hamburg zeg ik dan tjus en dag lieverds.